Zo, lieve mensen, dit wordt denk ik een van de laatste of de laatste uitzending, ik noem het, ja, blog. Ik wil niet met mijn hoofd op televisie of op webcam. Dus vandaar deze beelden van mijn desktop. Het is 9 september, misschien vrijdag dat de New World Order wat doet, want het is natuurlijk 9/11 vrijdag, dus het zou kunnen dat er een event is van het een of het ander. Je weet het nooit met die lui. Het is de echte geboortedag van Christus, dus toen vlogen ze dus ook die vliegtuigjes. In de Twin Towers, weet je nog, om deze hele serie van events, zeg maar, af te trappen, waar ze nou naartoe werken. Ja, ik zal gewoon af en toe eens een plaatje laten zien. Denken van wat je denkt. Dus mensen kunnen heel oud worden, of clones, of wie het ook zijn in ieder geval niet erg goddelijk, deze wezens. En ze hebben ook geen goede plannen, maar daar hebben we het allemaal over gehad. Dus ga ik ook niet over in herhaling vallen. Want ik heb ook het idee dat ik mezelf steeds aan het herhalen ben. Ik vraag me ook af waarom ik dat ook nog doe, zeg maar. Ik merk op Facebook dat mensen ja, reageren alleen even op wat ze zien. Kijken heel eventjes naar een filmpje. Sommigen kijken ook de hele filmpjes. Dat is wel goed. Ik hoop dat ze dan ook ja, tot de kern komen van hoe zaken echt ervoor staan, zeg maar. Ja, hoe ik denk dat ik weet hoe zaken echt ervoor staan. Dat is, ja, dat mogen jullie allemaal zelf beoordelen. De reis is heel snel gegaan, heel hard gegaan. Ik heb ook in dat rare fabeltje van Trump ben ik even voor gevallen. Maar uiteindelijk blijf ik dan toch verder graven en spitten. En ik ben ook vorig jaar weer tot geloof gekomen. Ik heb jullie verteld dat ik ook zelfmoord overwogen heb. Dat ik 7 jaar lang met een heks heb samengewoond die me vergiftigd heeft. En dat is niet voor niks geweest, omdat ik denk ik een geduchte tegenstander ben van Lucifer. Als ik in mijn kracht sta, hè, als ik in mijn autoriteit als met Jezus Christus sta. Ik zal niet zeggen christen, want christen heeft niet echt een geweldige betekenis meer deze dagen. Zoals Scott Hensler al zegt, hè, de meeste christenen zijn eigenlijk zitten ze vast in een Luciferiaans doctrine. Er is ze verteld dat Christus alles aan het kruis al gedaan heeft, dus dat zij niks zelf meer hoeven doen. Nou, dat is een leugen. Er is ze verteld dat ze succes moeten nastreven en zo rijk mogelijk moeten worden. Dat is een leugen. Kortom, er is christenen alles van alles voorgelogen. En wat de opdracht is en was van Jezus, het evangelie verkondigen, de zieken genezen en demonen uitdrijven. To set the captives free, betekent dat de gevangenen bevrijden, de gevangenen van Lucifer en zijn demonenleger. Dat hebben de christenen niet zo serieus genomen. En vandaar dat ze een beetje in slaap gewiegd zijn. En ik denk dat ja, misschien 95% van de christenen in ieder geval geen gevaar meer vormen voor Lucifer. Die zijn zo in slaap gesukkeld en gehypnotiseerd en voorgelogen door verkeerde leiders, voorgangers, pastoors, dominees, noem maar op wat. Dat zelfs in de kerk God ook dood is.
Dus zo'n christen wil ik mezelf niet mee vergelijken, zeg maar. Ik heb altijd al gevoeld dat dat pure nonsens was. Dus vandaar dat ik ook nooit in kerk heb kunnen blijven, omdat ik dat me daar gewoon intuïtief niet thuis voelde. Mijn hart zei dan van dit klopt niet hier. En ja, dat liet me wel achter in verwarring, want ik had zoiets van, ik had wel God ooit gevoeld en contact met hem gehad. Maar als ik dan ging luisteren naar de mensen waarvan ik dacht dat ze me dichter bij God zouden kunnen brengen, dan ging het juist de andere kant op. En zo ben ik hem ook steeds kwijtgeraakt, zeg maar. Dus dat is een lange weg geweest, weer terug en nu eindelijk onder de pannen, onder de vleugels, veilig, vrij van angst, maar wel verdrietig als ik om me heen kijk naar andere mensen, mijn familie, goede vrienden die misleid zijn en vastzitten in mensen die echt geen clue hebben wat er gebeurd is en ook dit verhaal niet kunnen geloven, want ja, dat is te gek en God is dood en het is een sprookje. Mensen denken dat het een sprookje is. We hebben toch de wetenschap en het is toch al lang bewezen dat evolutie. Nee, de evolutie is niet bewezen. Het is bullshit, heel die evolutietheorie. Maar daar ga ik nu ook verder niet op in. Daar hebben we geen tijd voor. Dat is niet waarom ik dit wil doen. Zo. Ja. Dat is nog eens een mannetje. Hoe oud was ik toen? 20 of zo. Ik wou dat ik die wapens nu nog tot mijn beschikking had. Met een paar kisten munitie. Dat zou heel goed uitkomen. Zo. Maar dit is die Ibrahimovic, die favoriete kunstenaresse van ons koningshuis. Lekker, het zijn ja, geen mensenbenen natuurlijk, dit keer niet. Maar het is wel pervers en gruwelijk. En daar gaan we nog heel veel van zien, gruwelijk, de komende jaren. Ik zit te denken aan Russische revolutie, moordpartijen, zuiveringen. Ik zeg expres geen nazi's, want ik vraag me af of de nazi-verhalen allemaal van die kampen wel waar zijn. Volgens mij is dat een. Maar dat doet er ook verder niet toe wie wat waar uitgemoord hebben. Ik heb daar wat over uitgezonden, die Europe the Last Battle, die kan je kijken op BitChute als je geïnteresseerd bent, maar ik weet niet of je 13 uur de tijd hebt om daarin te duiken. Dan krijg je het meer reëel verhaal van wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En misschien kom je dan net tot de conclusie dat misschien de goede partij niet gewonnen heeft toen. Maar ja, dan moet je eerst heel lang die documentaire eens kijken. Met bewijs en met getuigenissen van ooggetuigen die een heel ander verhaal vertellen dan de mainstream media, oftewel onze geschiedenisboekjes. Ik zeg niet voor niks dat ik die vergelijking maak. Ons hebben voorgelogen. Want alles in dit leven is omgekeerd. Satan wordt aanbeden als God en God wordt uitgelachen en belachelijk gemaakt, terwijl dat dus de omgekeerde wereld is. Maar goed, je hoeft het niet van mij aan te nemen. Dus, waarschijnlijk, ja, ik wil het ook niet zo zeggen van, ja, waarschijnlijk kom je er binnenkort wel achter. Dat is ook zo. Dat hoop ik ook helemaal niet. En ik hoop dat iedereen
gered wordt en dat God toch nog tot je hart zal spreken en dat je de kans krijgt om, om nog op het goede pad uit te komen en in het reine te komen met je schepper en misschien zelfs nog wel een machtig strijder of krijger te worden in zijn leger. Want daar kunnen we er denk ik niet genoeg van hebben. Maar goed, die God zal je misschien niet in de kerk vinden. Dat hele verhaal zullen ze je niet vertellen. Dan moet je echt de Bijbel lezen en misschien nog de vier weggelaten boeken. Het boek van Enoch, het boek van Jubilee, wat nog meer, Juda of Jude, The Book of Jude. En er zijn nog wat boeken. Dode Zeerollen staat ook veel informatie in. Maar daar ben ik zelf ook nog niet eens aan toegekomen. Wat mij ook opvalt is over de situatie in Nederland. Er is hier in Nederland niemand die het echte verhaal vertelt. Ik heb in de Amerikaanse kanalen wel wat men, ja, alleen eigenlijk alleen Scott Hensler gevonden, die en nog een aantal andere obscure mensen die een beetje in de vergetelheid geraakt zijn, die nog het ware verhaal vertellen. Sommige christenen, of in ieder geval gelovigen, die weten het ook nog wel. Er zijn wat kanalen ook, maar dat is vooral in Amerika. In Nederland geen clue. Niemand heeft een clue. Ik heb al gezegd dat je alles wat hier populair is, nep is. Dus Willem Engel, Jens, Weltschmets, Blue Tiger Studio, ik noem ze allemaal in één rij. Jaap Dieleman, ik weet niet of die echt bewust misleidt, maar hij heeft het in ieder geval niet helemaal goed. Christenen die nog in een rapture geloven, dat ze weggehaald worden voor de ellende, dat zal voor velen niet het geval zijn. Er zullen hier dingen op aarde gebeuren die zo angstaanjagend zijn als je er niet op rekent, dat ze gewoon de harten van mannen zullen stoppen bij het aangezicht ervan. Dus mensen zullen gewoon dood neervallen van angst. Als je dus niet op voorbereid bent. Hier zien we een christelijk zorg- en wooncentrum. Hier zien we wat onze overheid doet. Wil je je ouders bezoeken? Dacht het niet. Daar zorgen wij wel voor. Welke onmensen staan daar nou gewoon daar te staan en mensen tegen te houden die hun ouders willen bezoeken? Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen? Zijn het überhaupt mensen? Maar goed, dit is, hier wil ik het ook allemaal niet meer over hebben. Dit is slechts een voorproefje van wat we gaan krijgen. Deze mensen zullen ons straks ook, tenminste ons, ik weet niet of ik erbij zit. Ik word niet afgevoerd. Ik ga of strijdend ten onder, of misschien heeft God nog een ander plan voor me. Ik weet het niet. Ik zal het wel merken als het zover is. Maar die gaan dus ook samen met vreemde machten die straks hier, vreemde legers die hier straks gewoon de grote plannen gaan uitvoeren. Hè? Dus het het vernietigen van de bevolking, zeg maar. Guillotines, noem maar op wat. De kampen, de FEMA-kampen zijn al gebouwd of zullen gebouwd worden de komende jaren. Ik weet het tijdschema niet. Misschien dat God nog een tijdje wat meer tijd geeft, zodat mensen nog tot de inkeer kunnen komen en zich tot hem kunnen wenden. Wie weet. Uiteindelijk heeft God alles onder controle. Alleen, ja, dit is uitgesproken. Dit is zijn woord dat dit gaat gebeuren. Dit is
Gods woord is waarheid. Dus ja, hij kan ook niet. Het staat al vast. En het staat ook al vast wie er gewonnen heeft. En het staat ook al vast wie de verliezer is. Maar die verliezer wil natuurlijk nog zoveel mogelijk mensen meenemen. En ook zoveel mogelijk van de schepping vernietigen voordat hij zijn tijd komt en die voor eeuwig opgeruimd wordt, zeg maar. En daar ben ik ook geen expert in. Ik sta ook nog in de kinderschoenen. Ik vind het ook niet zo heel belangrijk precies hoe het gaat. De exacte details. Ik pik op wat ik oppik. Dat gaat in een tempo dat hij het wil. En dat is gewoon goed. Dus daar maak ik me ook geen zorgen over. ja. Zo'n taartjes. Zo. Nee, ja, ik vind het wel diep bedroefd. En mijn hart huilt voor iedereen die nu al honger lijdt. En voor iedereen die nu al vervolgd wordt in de wereld. Want zaken zijn gewoon al in gang. En dat is niet leuk. En hier merken we er nog niet zo heel veel van. Behalve dat onze politici zich wat raar en verdacht gedragen. En dat onze artsen ons niet echt beter willen maken. Dat ja, mensen geen clue hebben van wat er over ze uitgerold wordt straks. Geen idee. En een heleboel mensen hebben zoiets van, ach joh, die zijn nog steeds bezig met de Nederlandse politiek. En die denken dat COVID een virus is. En dat 5G een snel telefoonnetwerk is. Ja, dat is dan jammer. Die zijn gewoon verloren. Dat is klaar. Dat is, die zijn too far gone, zeg maar. Dus, nou, dan heb je al wakkere mensen die zichzelf zo wakker vinden. Mensen, allemaal applausje voor jezelf. Geweldig. Ja, ik word er ook heel cynisch van, maar ik ben er eigenlijk heel verdrietig om, hoor. Want en ik moet ook niet cynisch zijn, dat is ook niet goed. Dat is niet goed. Alle wakkere mensen die denken dat er een nieuwe, betere wereld komt. Nieuwe Earth Project. Hippies. Liefde. Yay. Aliens. Trump. Die ons komt redden. No fucking way. Om het maar even zo gechargeerd te zeggen. Zo. Ik kan nu alvast wennen aan wat er komen gaat, zeg maar. Dit soort beelden. Oké, dit is wat er gebeurd is. De families zijn vernietigd. Scheidingen. Homofilie. Perversiteit. Hoerenloperijen. Noem maar op wat. Hormonen in het drinkwater, in het eten. De mannen worden steeds verwijfder en de vrouwen worden supervrouwelijk. En dat is niet goed voor relaties. Dus, religie is natuurlijk vernietigd. Nou, privébezit, nou, wie bezit er nog wat? Ik woon ook in een huis van de bank. Van de Illuminati. Maar ja, ze hebben hier niks te zeggen en ik stap toch uit het systeem. Ik doe niet meer mee aan dat piramidespel. En vervolgens vernietigen ze hele naties om dus plaats te maken voor het nieuwe wereldrijk. Het vierde rijk, zeg maar. Zoals beschreven in het goede boek. Jean Monnet. Een van de grondlegger achter het gedachtegoed van één Europa.
Een Europa-hater. Hij haat Europa en alle landen. Ik snap ook niet waarom Europa zo gehaat wordt en waarom de Duitsers zo gehaat werden. In de jaren 30 waren er al verschillende plannen uit de sionistische hoek, Joodse hoek, om Duitsland te vernietigen. Hitler reageerde eigenlijk alleen maar op dreigingen van buiten. En hij heeft geprobeerd met Engeland en Frankrijk bondgenoten te zijn tegen de communisten en de bolsjewieken, wat zionisten zijn. Alleen hij heeft het onderspit gedolven. Hitler wilde Europa verdedigen tegen het satanistische zionisme van de nep-Joden die niet tot de 12 stammen van Israël, van het volk van God, behoren, maar bedriegers zijn, die dus nu ook Palestina bezet hebben, illegaal, en die een bankensysteem in hun handen hebben, die de Illuminati zijn, die nu overal aan de macht zijn en blijven, want Trump hoort er ook bij, hè? Het is, die mensen gokken niet op één paard, heb ik al gezegd. Die hebben een geweldig plan en daar is Trump ook gewoon onderdeel van. Dus denk nou echt niet dat, oh, we hebben ze door en Q gaat. Q is een personage uit een James Bond film, mensen. Het is een Hollywood script. Ik begin een beetje als Misha Katter klinken, maar het is een Hollywood script. Besef dat goed. Koudenhoven, Kalergi, Jood, tenminste, dus niet, geen volk van God, Jood, maar reptilian, slangenbloed, bloed van gevallen engelen, van de gevallen engelen, van Satan, Lucifer. Die maken de plannen, die maken de plannen voor een groot Europa. Zo, om verder in de stemming te komen voor wat komen gaat. Helaas, verschrikkelijk. Dus dit zie je niet op de NOS. Komen gaat en al komen is, al bezig is. Zo, wisten jullie trouwens dat heel veel van die plaatjes van de zogenaamde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn slachtoffers van geallieerde bombardementen. Honderdduizenden Duitsers tijdens en na de oorlog, miljoenen Duitsers vermoord, uitgeroeid, ook nog door Churchill en Roosevelt. Ver na de oorlog. En Stalin heeft natuurlijk ook zijn steentje bijgedragen. Heel veel van de foto's ook van de zogenaamde kampen, dat zijn foto's uit Duitse gevangeniskampen. Dat zijn Duitse krijgsgevangenen. Dat zijn helemaal niet die arme Joden. Gaskamers, nooit bestaan. Allemaal de winnaars van de oorlog schrijven de geschiedenisboekjes. Nuremberg, één grote farce. Een grote leugen, een groot poppenspel. Een grote leugen. Maar goed, ik zou het niet al te ver daarover hebben. In ieder geval, we worden steeds, alles is een leugen. He, ga maar vanuit, alles wat je geleerd hebt, klopt niet. Het systeem waar we in leven, onze wetten, onze regels, onze regering. Dat er grondrechten zijn, die zijn er helemaal niet meer. Dat je je recht kan halen. Nee, tuurlijk niet. Ja, en het zit in alle kunst, hè. Op de kerken zie je allerlei occulte beelden aan de buitenkant, zeker de Rooms-Katholieke Kerk, noem maar op wat.
Ik heb het allemaal verteld en uitgelegd en ik wil ook verder niet in herhaling vallen. Ja, zonde van mijn en uw tijd. Ja, ik wil gewoon nog een paar dingen laten zien. Ja, een soort hybride soldatenras waar we straks mee te maken krijgen, die gewoon de hele shit gaan uitvoeren. Dus dat zijn gewoon superkillers en daar ga je echt geen discussie mee aan ofzo. Ja. Ruimtewapens. Psychologische wapens. Controlled opposition. Ja, Trump die baby's redt. Nou, hier heb ik het ook al over gehad. Occult manifestatie. Hier wordt een vloek over miljoenen mensen uitgesproken. En tovenarij is hier aan de gang. Deze mensen die. Het is een feest van demonen geweest. Wat bij mij bijbleef, dat mensen zeiden van er stonden politieagenten langs de kant te huilen. En ik snap wel waarom. Die wisten wat er aan de hand was. Die wisten wat er gebeurde. Die wisten wat er echt aan de hand was. En die stonden te huilen om wat er met de mensheid gebeurde. Ja, die konden de mensen niet aankijken. Die waren nog zo menselijk, maar die wisten wel wat de agenda is en wat hier gebeurt. Dit is niks moois geweest, dit is iets gruwelijks geweest, deze hele demonstratie. Ongelooflijke misleiding. Al die mensen die het goed bedoelen zijn zo misleid en zullen zo ongelooflijke schok krijgen als ze erachter komen wat hier gebeurd is en wat er echt de echte plannen zijn. Nogmaals, je hoeft het niet van mij aan te nemen. Ik heb mijn onderzoek wel gedaan, maar nogmaals, ik heb ook geen harde bewijzen van. Dit is gewoon logisch nadenken, zeg maar. De geschiedenis bekijken en kijken wat hier gebeurt, wat hier weer gebeurt, wat hier voor de zoveelste keer zich herhaalt. Ja, voor mij is het klinkklaar, logisch gewoon. Maar ja, dat komt ook omdat ik gewoon met de Heilige Geest van God kijk. Maar dit soort dingen zijn altijd voor mij al heel gesneden koek geweest. Ik ben heel goed in alles met elkaar verbinden en het totale grote plaatje. Ik zal niet stoppen totdat ik het hele grote plaatje compleet heb. En ik heb het nog niet helemaal compleet, maar ik heb wel de grote lijnen compleet nu. En voor mij is het gewoon heel duidelijk. Dit is eindtijd waar de Bijbel het over heeft. En we gaan nog wat meemaken. En dat geeft ook helemaal niet, want ik kan niet wachten om in de hemel te komen of op de nieuwe aarde in ieder geval zoals God die beloofd heeft. Want ik heb vanaf mijn geboorte al gevoeld, dit klopt helemaal niet. Vandaar dat ik altijd zoveel problemen heb gehad in mijn leven. Heel simpel. Laat maar komen, dat nieuwe koninkrijk. Halleluja. Ik heb dit ook allemaal al besproken. Deze vond ik gewoon grappig. Heel goed gedaan. Zo, deze wil je ook niet one-on-one combat mee doen. Laat staan dat er meer aan je deur staan. Ja, 5G heb ik ook al uitgelegd, hè? Misschien kan ik het nog één keer uitleggen. De dodelijke 60 gigahertz die zit in je huis, die moet in de line of sight, dus rechtstreeks, er mag niks tussen staan, die gaat niet door een raam, die gaat niet door een muur.
Dus dat is je telefoon of je computer of je smart meter, noem maar op wat. Buiten heb je ze ook allemaal. Stoepdeksels, lantaarnpalen, de masten. Dus buiten ben je natuurlijk ook niet veilig. Dit is ook het surveillance systeem, zeg maar. Dit is niet camera's. Camera's helpen wel. Alles is verbonden met supercomputers, waarvan wij het bestaan nog niet afweten, maar die bestaan al zeker wel, quantumcomputers. Die technologie is al beschikbaar. Je wordt ook gewoon gevolgd door je elektromagnetische signatuur. Daarmee kunnen ze ook precies je plaats bepalen door masten, satellieten en noem maar op wat. Dus het zal een wonder voor nodig zijn dat ze je niet kunnen vinden. Maar ja, ik weet wie wonderen kan verrichten. Dus dat zit wel goed. Als het de bedoeling is van God dat ik niet gevonden word, zal ik niet gevonden worden. Dus dat is weer een troost. Zo, ja jongen, Scott Hensler die heeft mij wel mijn ogen open geopend. Die zit wel 100% op de waarheid. Zo, kijk, kijk. Ja. De Kanaanieten. Ja. Die afgod Moloch. Dat zal ook wel. Ik veel. En onder hybride zijn. Zo. Vadertje Lenin. Van de grootste, ook een van de grootste smeerlappen. Van de vorige eeuw. If for the sake of communism, it is necessary for us to destroy 9/10 of the people, we must not hesitate. Straten zullen kniehoog gevuld zijn met bloed van onze vijanden. Ja, zo zag hij dat. Dus het waren dus de christenen in Rusland. Ja, en zeg maar, nou ja, iedereen die niet met ze eens was. En nog meer, want ze hebben gewoon gemoord om het moorden, deze lui. Sacha Stone, valse profeet, grote Jezusachtige leugenaar. The New Earth Project. Leugen, leugen, geloof er niet in. Dit zijn satanistische lui die ook kinderen verkrachten, die ook kinderen offeren, die ook kinderen misbruiken. Dus hij zal dat waarschijnlijk ook gewoon doen. Dus dit is een ontzettende misleider, een leugenaar, een occultist. Nou ja, weet ik hoop niet dat ik hem tegenkom, want ik zou graag zijn keel van. Oh nee, ik mag dat niet zeggen. Ik zou hem graag vergeven. En anders naar een andere wereld helpen. Zo, vrijmetselaars. Onze donkere broeders. Die George Floyd ook een van was. Hij was ook een vrijmetselaar. Die worden ook gebruikt om. Ja, verdeel en heers. Die hebben geen clue. Ze hebben geen clue waar ze mee bezig zijn. Het is eigenlijk heel triest. Kijk ze eens lachen. Ja, dat gaat allemaal goed. Ik ben al de 9e graad nu. Oh, en straks word ik 10e graad. Ja. Interessant. Het schijnt ook dat als je 33e graad, of ik veel heel hoog komt, want je hebt nog meer. Ik weet niet precies, ik heb me niet in verdiept hoe dat clubje werkt. Dat je dan een
denkt van nou krijg ik de antwoorden waar ik op gewacht heb. Dan krijg je een leeg boek met lege bladzijden. Dus, dan weet je nog niks. Heb je daar nou al die tijd zo je best voor gedaan? Maar ja, ik zeg al, de duivel is een slechte werkgever. Dus. Ja, je beloning zal de eeuwige put zijn. De hel, wat het dan ook is. Verzin maar hoe het eruit ziet. Dus, het ergste wat je ongeveer kan verzinnen. En dat dan gewoon tot in de eeuwigheid. Dus dat is... Ja, veel plezier zou ik zeggen. Ik zou ook zeggen, bekeer je en beleid je zonde. En probeer het met God, de liefdevolle schepper. Die met uitgestoken hand voor iedereen klaarstaat en denkt van, waar blijft iedereen nou? Nou ja, mensen zijn betoverd. Door de valse lichtengel. Zo. Ja. Ik ben een beetje domme. Materiaal heen. Ik denk, ik vind mezelf net zo'n sesamstraat worden van dat ik alles herhaal of zo. En, ja, des te meer je herhaalt, des te minder krachtig het gaat worden. Dus ik ga ook een stuk minder posten. Ik weet niet wat ik nog wel ga posten. De reden waarom mensen niet tot Christus kunnen komen en waardoor mensen soms alleen al als ik bijvoorbeeld de naam Jezus uitspreek, waarom dan hun maag zich omdraait. Als je dat effect hebt, dan zijn er demonen en geesten aan het werk in je leven. Want die zorgen dat je daar een naar gevoel bij krijgt. Bij de naam Jezus of alles wat met God en de Bijbel te maken heeft en de Heilige Geest. Dus heb je dat nou, dat gevoel, als ik dat zeg? Dan kan je bijna wel van uitgaan van dat wat ik zeg waar is. Ik had dat zelf vroeger ook. Ik kon dat, ik schruwelde ervan ook. Al dat lieve gedoe in de kerk en God aanbidden. Nou, nooit, nooit zal ik voor hem knielen. Zo zat ik in elkaar. Echt niet. Ik ben hem niks verschuldigd. Ik heb dit leven helemaal nooit gewild. Dat was mijn motto. Dus, ja. Dus ik beschuldigde hem zelf van waarom hij me dit vervloekte leven gegeven heeft. Maar dat was God niet die het vervloekt heeft. Dat was ikzelf en de duivel die er een rots, die mij flink voor een gek gehouden heeft. Dus. Maar goed, dus toen ben ik vorig jaar gaan praten met iemand die mij de weg heeft gewezen en een manier heeft gesuggereerd van wat ik zou kunnen proberen als ik wilde onderzoeken van toch nog weer eens. Wilde onderzoeken wat het, ja, of God er was, bestond en of die dan er voor mij ook zou zijn, zeg maar. Dus, ik ben ooit gedoopt ergens. Volwassen doop heb ik gehad. En dat was ook serieus toen. Daarna natuurlijk weer afgevallen en teleurgesteld geraakt. Vooral in mensen. En in mezelf. En ja, ik ben dus op pad gegaan. En wat zei die man? Die zei van, joh.
kan je dus van alles in de weg staan. Je kan dus soms bidden tot God, maar God kan dan niet bij jou, omdat er van allerlei troep in de weg staat, in de communicatie. En dat is dan vooral demonische troep. En zonde staat in de weg. En dat is gewoon een realiteit. En toen heeft hij verteld van hoe ik dat dan kon veranderen. En dat zou dan zijn door berouw te hebben en om vergeving van die zonde te vragen. Dat is wel iets wat ik moeilijk vond, maar ik heb het wel gedaan. En ook de schade bijvoorbeeld, de relaties die ik gehad heb met vrouwen. Dat ik niet getrouwd ben, wel met ze naar bed geweest ben. En misschien dingen gedaan heb die niet helemaal fris waren of niet mijn rol als priester van het gezin of noem maar op wat heb ingevuld. Ik heb heel veel dingen verkeerd gedaan erin. En die ben ik als eerste gaan opruimen. En dat door in gebed te gaan. En die mentor van mij die zei ook van God zal je nooit overladen met te veel. En daar heeft hij ook gelijk in gehad. Alles komt één voor één. En één voor één komen dingen naar boven die ik op moet ruimen. En die ruim ik dan op. Ik breng ze bij God. Vraag vergeving voor. Ik vraag ook de mensen die ik geschaad heb te zegenen. En ik vraag in Jezus' naam om de gevolgen van die schade in het geestelijk rijk, spiritual realm, ongedaan te maken. Ook voor de andere betrokkenen. Zonder veroordeling of zonder schuld naar mezelf. En dat werkt. En dat werkt. Het is bevrijdend. Het zorgt nu ook gewoon dat nu steeds meer van die rotzooi in mijn leven opgeruimd wordt. Kan ik ook steeds beter de stem van God weer verstaan door middel van de Heilige Geest die gestuurd heeft en die in mij woont. En dat is een beetje de truc. Ik heb daar helemaal geen exorcist voor nodig. Iedereen kan dit. Iedereen kan dit zelf in gebed. Als je eerlijk bent en bereidwillig bent. En hulp vraagt. God zoekt door Jezus Christus. Dan kan dit en dan zal dit gebeuren, want hij ligt niet en hij helpt je en het gebeurt gelijk. Geen trucjes, je hoeft er niet op te wachten. Als jij er energie in steekt en je doet dit oprecht, dan gebeurt het, dan word je vrijgemaakt en dan is er voor jou een heel ander leven. En dat zal gewoon gebeuren, dat is 1 en 1 is 2. Het is niet gecompliceerd. Het is simpel. Het is makkelijk. Het is duidelijk. Geen rare Q-verhalen. Geen rare idiote sprookjes. Je zal dan de waarheid gaan zien zoals die is. En je omgeving, de wereld gaan zien zoals die is. En je medemensen gaan zien zoals ze zijn. Ja, ik ben blij dat ik een vader heb gevonden in God. Dat ik eindelijk een vader heb gevonden. Niks afdoen aan de pogingen van mijn biologische vader. Die misschien op zijn manier zijn best doet en gedaan heeft en absoluut ook van mij houdt. Maar erg gebrekkig, net zoals mijn
eigen menselijke liefde ook erg gebrekkig is. Dat is ook waarom de liefde waarover die hippies spreken. Ja, daar gaan we geen nieuwe wereld op bouwen. Dat is menselijke liefde en die is zo gebrekkig. Perfecte liefde, dat is Gods liefde, de schepper van hemel en aarde. Dat is perfect. Dat is waarheid. Dat is alles wat je altijd al naar verlangd hebt als mens. En dan nog meer. Dus geen moeilijke toestanden. Je kan het zelf. Je kan zelf tot God komen. Zonde belijden, bekeren. Berouw tonen, vergeving vragen. Mensen vergeven, de anderen ook vergeven. Ik wil niet zeggen dat God wil dat je een slap watje wordt of zo, want dat wil hij absoluut niet. Want er komt een bloedige strijd aan. Alleen met de wapenuitrusting van de Vader maak je echt wel een flinke kans. Want ja, in de autoriteit van Jezus, als je daarin gaat staan, dan heeft hij jou ook, heb jij ook gedelegeerde autoriteit over al het kwaad en alle demonen. En die kunnen in principe weinig doen dan. Dus vandaar dat ik me ook niet zoveel zorgen maak. Dus komt mijn tijd, komt mijn tijd. Maar ik zal er zeker een zwaai meenemen. Dus ja, tenminste, ik hoop dat dat mag. Ik hoop dat ik er een paar kan helpen naar de Lake of Fire, zeg maar. Dus dat is wat ik kan vertellen erover en kan uitleggen en hoe ik het zie. En ja, doe er je voordeel mee of lach er kostelijk om. Het zal mij, het gaat mij wel aan mijn hart. Tuurlijk gaat het me aan mijn hart, want ik hou ook van mensen. En ik zie mensen een beetje, steeds meer begin ik ze te zien door de ogen van God. En dan voel ik ook Gods pijn en Gods verdriet over wat er nu aan de hand is. Ja, dat is verschrikkelijk wat er nu aan de hand is. Zo. Het is een beetje. Ja, ik ben een beetje door mijn plaatjes heen en door mijn energie heen. Ik ga denk ik even wat te eten maken. Want ik heb inmiddels wat honger gekregen. Ik ben lekker aan het wandelen en ik heb spulletjes in huis gehaald voor, ja, om te kamperen en om wat gezonder te leven, zeg maar. Ik ben gezegend, ik heb een huis, ik heb nog wat geld op de bank. Ik heb straks misschien een nieuwe baan, ik weet het niet. Als het zo mag zijn, dan is het zo. Misschien duurt het nog een paar jaar. Misschien duurt het nog een paar dagen. Ik zie het wel. Het is Gods plan en God is in controle. En vergeet dat nooit. Hoe bloedig of hoe verschrikkelijk het ook wordt. Dit is uiteindelijk is er maar één baas en één overwinnaar. Dus wees gezegend. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik wens je een fijne avond in ieder geval. En, ik wens iedereen een ontmoeting met God toe. Ik hoop dat jullie beschermd worden en beschermd worden tegen de manipulatie en de duistere krachten. Zo. Kijk de informatie van Scott Hensler, scotthensler.org. Daar kan je heel veel vinden als je Engelse taal spreekt. Ja, als je alleen Nederlands spreekt, wordt het lastig. Want er is in Nederland bijna geen één iemand die de hele waarheid verkondigt. Dus,
Ik heb op mijn tijdlijn een heleboel staan. Dus vanaf de laatste 2 maanden dat ik het hele plaatje ongeveer wel heb. Nou, tenminste, tot nu toe. Hè. Ik ben ook nog niet helemaal het hele plaatje. Maar ik hoop dat we nog even hebben een paar dagen, een paar weken, een paar jaar misschien om voor te bereiden. Dat de Heer ons genade met ons heeft. En de wonderen zijn absoluut de wereld niet uit. We zijn niet alleen. We hoeven niet alleen te zijn. Er is hoop. Er is een oplossing. Er is een toekomst. Een eeuwige toekomst. So don't despair. Wanhoop niet. Oké. Fijne avond.